Wat is vegstromen precies? Nou, vegstromen is de waterbeheerder die verantwoordelijk is voor de waterkwantiteit, dus de waterhoeveelheid en de waterkwaliteit in de gebieden in Twente en in Drenthe. We staan hier bij de sloot in het Beeklustpark in Almelo. Wat treffen we hier aan? Nou, wat we zien is dat de sloot helemaal droog valt. Dit komt door het neerslagtekort. Het neerslagtekort is de maat voor de droogte. En dat neerslagtekort is op dit moment zo'n 300 mm. Normaal in de zomerperiode zitten we rond een neerslagtekort van 100 mm. Dus dat geeft aan dat het ongeveer op het moment 3 keer zo droog is dan gemiddeld. We hebben net een hittegolf achter de rug. Wat zijn de gevolgen daarvan? Nou, de gevolgen van de hittegolf zijn met name veel waterkwaliteitsproblemen. Wat we zien is dat er veel vissterfte optreedt. De watertemperatuur van het water neemt toe. En warm water kan al eenmaal minder zuurstof bevatten dan koud water. En dat heeft weer het gevolg voor veel vissterfte. Hoe zorgelijk of ernstig is de situatie nu? Nou, de situatie is redelijk is nijpend te noemen. Wat we zien is dat deze droogteperiode een mate van voorkomen heeft van eens in de 50 à eens in de 70 jaar. Dus dat geeft toch wel aan dat de situatie nijpend is. Als we de klimaatverandering serieus willen nemen, wat is dan jullie beleid voor de toekomst? Ons beleid is dat wij ons watersysteem klimaatrobuust willen inrichten. Dus we willen deze periode van droogte die willen wij zo goed mogelijk doorkomen. En dat vraagt om een aanpassing in het watersysteem. Daarbij komt dat de winterneerslaghoeveelheid ook toeneemt. Dus dat vraagt erom dat we meer water lokaal en ook regionaal moeten vast kunnen houden. Wat adviseert u de boeren en de burgers? Nou, op dit moment adviseer ik om zo spaarzaam mogelijk met water om te gaan. Dus denk goed na wat je met het water doet, waar je het aan besteedt. Sproei niet te vaak je tuin en hou natuurlijk rekening met hoe vaak je op de douche gaat. Wat kunnen de boeren en burgers in de toekomst zelf doen? Nou, dat is een hele complexe vraag natuurlijk. Wat agrariërs kunnen doen is nadenken van nou, hoe kan ik nou deze droogteperiode doorkomen? Kan ik iets met organische stofgehalte? Kan ik de bodemtoestand zo maken dat we deze droogteperiode beter doorkomen en dat we het water langer kunnen vasthouden? In Almelo komt in september voor de inwoners ook de oranje container. We hebben een aantal Almeloers gevraagd wat ze daarvan vinden. We hebben ons opgesteld bij de Plus Supermarkt en een aantal Almeloers gevraagd wat ze van het wegbrengen van het plastic vinden, maar ook wat ze vinden van de nieuwe container die straks in gebruik genomen wordt. Hoe vindt u het dat er straks een nieuwe oranje container komt? Hoe vind ik dat? Nou, voor mij hoeft het eigenlijk niet. Want ik heb niet zo'n grote tuin. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de papiercontainer. Ik was eraan gewend en met plastic ook. Ik ben eraan gewend om het gewoon weg te brengen. Dus het hoeft voor mij absoluut niet. Dus voor u hoeft die oranje container helemaal niet te komen? Zoals ik het nu gedaan heb, was prima. Ja. En hebt u hem ook afgezegd, de oranje bak dan, speciaal? Nog niet. Ik heb de brief wel klaar liggen. Maar het is geloof ik voor 1 september, hè? Ja, maar voor 22 juli had u hem moeten afzeggen. Maar misschien dat het nog kan. Dat meen je niet. Oh, dat komt door de hitte. Vergeet ik van alles. Oh, dat ga ik gelijk doen voor me. Nee, ik ga hem afzeggen. Want ik vind het niet nodig. En straks komt die oranje container in september. Dus dan hoeft het niet meer zo vaak. Nee. Nou, ik ben er persoonlijk heel erg blij mee. En ik denk dat het wel een verbetering is voor iedereen. Ik begrijp natuurlijk voor mensen die bijna geen ruimte hebben, dat de gemeente daarna moet kijken. Heel veel oplossingen. Maar voor mensen die genoeg ruimte hebben, een bak extra is geen probleem. Je gaat echt wel scheiden. En ik vind dat heel erg belangrijk. Eruit. Ik zit in je maatschappij met mijn vrouw. Ik heb zelf nog 2 kinderen. Ik heb het bedrijf overgenomen van mijn ouders. We hebben op dit moment een beetje 110 melkkoeien. Bijbehorend jongvee op een andere locatie. Nou, en met elkaar hebben we zo'n beetje 70 hectare in gebruik voor de voederwinning en voor de afzetten van onze mest. Hoe zie je de toekomst? Ik ben altijd positief ingesteld en dat blijf ik ook doen. En op lange termijn zal er toch toekomst zijn voor de Nederlandse boer. De gevolgen van de lange droogte is met name dat de koeien niet meer buiten kunnen zijn. Dat ze binnen in de stal moeten worden bijgevoerd.
Nu heb ik persoonlijk het geluk dat ik nog wel voorraad heb, dus dat is op korte termijn nog niet het grootste probleem. Maar er komt straks ook nog een winter achteraan, nou, daar moet ik ook voldoende voorraad op. Het besproeien dat mocht tot een aantal weken geleden. Daarna is er een verbod gekomen op oppervlaktewater. Wij hebben hier zelf geen bron om uit de grond water op te pompen. Dus wij waren aangewezen op oppervlaktewater. Dat mag niet meer. Dus dat is op dit moment geen optie. Zelf hebben wij persoonlijk de laatste jaren nogal fors geïnvesteerd in nieuwe grasmaten en goede grassen voor ons. Er zijn een heleboel verschillende soorten grassen, maar een vijftal grassen is voor ons het beste. Maar het is maar de vraag wat daar straks van overblijft. En de velden die zullen straks wel weer groen gaan kleuren wanneer er weer regen komt. Maar heb je dan wel de goede grassen? En dat is maar zeer de vraag of die investering die ik de laatste jaren heb gedaan, of die überhaupt weer komen. Ik heb op dit moment nog voer, maar uit voorzorg heb ik toch laat ik op dit moment een vracht stro uit Frankrijk komen. Om maar iets meer zekerheid te hebben. En niet dat je over een aantal maanden wakker ligt van waar moet ik het voer vandaan halen. Maar komen ze nog wel buiten? Het is zomer. Ze gaan een aantal uren 's ochtends vroeg naar buiten. Maar dat is dan vanaf 4 uur gaan ze eruit. En dan, als de zon ook maar iets kracht begint te krijgen, dan zijn ze ook al binnen weer. Een jaar van werkzaamheden aan de Manskabbergtunnel is nu afgerond. Net voor de zomervakantie zijn alle rijbanen weer opengesteld voor het verkeer. In de komende maanden worden ook alle mozaïeken van Manskabberg teruggeplaatst. Ik ben op zoek naar het hele, maar mijn oog ziet altijd de rafel. Mijn verlangen naar het volmaakte wordt telkens verstoord door de aantrekkingskracht van het onvolmaakte. Onvervreemdbaar. Dit wordt ons niet ontnomen. Lezen en ademloos het blad omslaan. Ver van de dagelijksheid vandaan. Die lezen mogen eenzaam wezen. Ze waren het van kinds af aan. Hen wenkt een wereld waar de groten, de tijdlozen voortbestaan. Tot wie wij kleine mogen gaan, de enige die ons nooit verstoten.
Toon Tellegen is arts en dichter. Uit het oog is als muurgedicht van zijn hand aangebracht op de zogenaamde hinnenlocatie aan het Schokland. Als je niet zeker weet of je van iemand houdt, ga de stad in. Loop door een drukke winkelstraat, kijk in alle etalages en denk aan haar. Als je plotseling niet meer weet hoe zij eruit ziet, als je je gedachten afpeinigt en zelfs zeker weet dat je haar niet zult herkennen als je haar tegenkomt daar midden op straat, terwijl zij vertwijfeld naar je zwaait, dan houd je van haar.